Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vanavond is de finale van het EK vrouwenvoetbal. De finale wordt gespeeld tussen Engeland en Duitsland. Het zal waarschijnlijk een hele spannende wedstrijd worden. En we gaan nu even een voorspelling doen op FIFA voor wie deze wedstrijd gaat winnen. Engeland heeft nu al het thuisvoordeel. Ik heb het EK vrouwenvoetbal niet helemaal gevolgd, maar en de finale ga ik wel proberen te volgen vanavond. Duitsers mogen beginnen. Al in aanval nu al. En nu al gevaarlijk. De keeper van Engeland moet nu al of de keepster van Engeland moet nu al een redding maken. Hier Duitsland weer aan de bal. Gaat ze het afmaken? Nee. De keepster redt weer. En hier hebben we een keer Engeland in aanval met een voorzet. En simpel voor de doelvrouw van Duitsland. Hier misschien een kans voor een goal. En weer de redding van de doelvrouw van Engeland. En de goal misschien. Ah ja, toch de goal. Eerste doelpunt van de wedstrijd is van Duitsland. En ik ken de namen van de vrouwelijke spelers niet. Dus ja, geen bekende gezichten voor mij. Hier Engeland, misschien nog een goal? Nee. Het kan nog misschien. Ze zijn nu al heel gevaarlijk. En ze moeten wel een betere kans benutten. Tijd voor de tweede helft. Hopelijk gaan we net zoveel spektakel zien als in de eerste helft. En Engeland zal bijna meteen al bal verliezen, maar ze hebben nu nog steeds bal. En van die plek was het moeilijk om te scoren. Misschien hier een kans voor Engeland. Gaan ze er iets mee doen? Nee. Een speelster van Duitsland blokt Engeland. Oeh, geen verkeerde poging. We hebben al best veel hoekschoppen gezien in deze wedstrijd. En nu de kans om te scoren. En Engeland maakt gelijk 1-1. De wedstrijd is opeens veel spannender geworden. Dus Greenwood die scoort. Ze maakt een mooi doelpunt. Oh, en nu is Duitsland heel gevaarlijk. Gaan ze iets doen mee. En Duitsland komt weer op voorsprong. Mooie actie van de Duitse speelsters. En de stand is nu 1-2 in het voordeel van Duitsland. Duitsland weer in aanval. En nu kunnen zij weer de aanval in gaan. Dit is Paris. Maar dan met twee R'en. Oh, misschien een schot van hier. Oh, wat een mooie goal van deze speelster van Engeland. 2-2, oh, dit is echt een leuke wedstrijd. Hopelijk gaan we er bij de echte wedstrijd ook zo'n groot spektakel zien. Want dit was toch wel een heel mooi doelpunt. En ik heb het gevoel dat we verlenging gaan. Tenzij er nog een last minute goal wordt gemaakt. En dat kan misschien wel nu nog gebeuren, want Engeland gaat de aanval in. Oh, gaan ze scoren? Oh, jammer. Nu misschien. Gaan ze scoren? Oh, de paal. Oh. Nee, ja, het zijn verlengingen. Oké, Duitsland maakt de eerste verlenging beginnen. De Duitse vrouwen zijn weer in aanval. Onderschept. Engeland kan nu heel gevaarlijk zijn. Ah, oh, dat is misschien wel jammer nu. En nog een goal. Oh. Engeland komt op voorsprong. Ja, beide landen spelen wel goed. Goed, dat was de eerste verlenging. Op naar de tweede verlenging. Engelse vrouw in aanval. Komt er een voorzet. Die komt er zeker. Maar het was niet zo heel goed. Of Duitsland kan misschien nu nog scoren. Ah, ja. Ze hadden niet meteen moeten schieten. Ze had nog even moeten wachten. Ja, de scheids fluit af. En Engeland wint dit. 3-2 overwinning voor de Engelse vrouwen. Een heel erg leuke wedstrijd was dit. En ja, dat de beste mogen winnen bij de echte wedstrijd.
Maar ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je deze video een beetje leuk. Laat het dan weten in de reacties. En dan zie ik weer terug bij de volgende video. Doei doei!